Van Tichelen is geschorst en dus speelt Jeffrey Bromagnon zijn tweede wedstrijd in de basis van PSV. Dan over naar Fortuna. Fouad Oesta en Patrick Dekker staan in de basis omdat de ploeg uit Sittard een waslijst met geblesseerden heeft. Achterin volgens Fred de Jong, ex-PSV'er Anton Jansen, Henk Duut en Aziz Doufikar. De Hongaar Jozef Salma is geschorst en wij gaan over naar Frank Snoeks. Het veld in Eindhoven is hard en er ligt een laagje wit spul op dat op sneeuw lijkt. Daarom hebben de spelers gekozen voor deze schoenen, zogenaamde gravel schoenen. Omdat het spelen met noppen geen zin heeft gezien het harde oppervlak. Bromagnon. Linskens. Van Aarle. Kieft. Dit deel van het terrein is het moeilijkste te bespelen, dat ziet u. Dat heeft de hele dag in de schaduw gelegen door de overkapping van de hoofdtribune. Hier heeft de zon wel geschenen. Bromagnon. En... dat had hem kunnen zijn, Karusha. Voorbereidend werk van Jeffrey Bromagnon. Met het rechterbeentje. En de kans voor Karusha, die ervan schrok. En dan mag Hestri proberen op zijn spitsen aan het werk te zetten. Driessen in de rug geduwd door Koeman. Gezien door Luinke. Driessen heeft zo'n fluwele traptechniek. Die hier uit de verf komt. Van Bogers haalt een corner uit het vuur. Omdat Gerrit de bal over de rug voelde gaan. Mordang. Oeh. Driessen had die bal voor het inkoppen. Oesta is hier de man die gooit. En de bal terugkrijgt van Snekers. En zo balt Fortuna aardig mee in de beginfase van het duel. Snekers. Op de loer lag Bogers, maar Snekers wilde het zelf proberen. Driessen. Dat is een goede bal van Driessen. En Valks houdt PSV op de been door de bal weg te koppen voor Snekers. Koeman. Kieft. Dat is goed. Nou, ligt de ruimte op rechts. Van Aarle. Hoog voor Elleman. En Karusha kopt de bal helemaal verkeerd. Oesta. Lange bal. Geen buitenspel. Snekers verlengd op Bogers. En die gaat ineens. En dat was niet zo slecht gezien van Bogers. Zo is het. Fortuna dat voor het vermaak zorgt. Snekers zag Bogers staan. Popte goed terug. En de poging van Bogers was de moeite waard. De meeste aanvallen van PSV gaan over links tot nu toe. Zoals ook deze. Maar juist die linkerkant. Daar loopt het voor geen meter. Dat heeft te maken misschien met het feit dat Bromagnon een rechtspoot is. En bovendien niet al te vaak in het eerste speelt. En Koeman wat geblesseerd lijkt. Oesta heeft gepaast. Het is geen offside. Bogers, en die komt opeens van Breukelen tegen. Die had hij daar niet verwacht. Half uur gespeeld. Bobby Robson en Frank Arnissen grijpen in. De linkerkant draait niet goed. En Jeffrey Bromagnon, de rechtsbenige linksback, wordt erom naar de kant gehaald. En Tom van Mol wordt zijn vervanger. Van Mol zal op het middenveld gaan spelen. En Erwin Koeman zal gaan fungeren als linksback. Dat ligt voor de hand. Popescu, Valks. Koeman. Fortuna is massaal terug. Van Mol. Vrijdag goedgekeurd voor de Belgische militaire dienst. En hij sleept een corner uit het vuur. Al dacht Samuel dat de bal al achter was geweest. Kerman geeft weer aan. Laag dit keer. Weggehaald door Maasen. Teruggebracht Valks. Kieft bemoeit zich ermee. Valks opnieuw. Kieft. 1-0. De eerste kans. De eerste echte serieuze kans die PSV krijgt. En het is raak. En het is tegen de verhouding in. Maar wel een beauty van Wim Kieft. In zijn 100ste competitiewedstrijd voor PSV scoort hij zijn 65ste competitiedoelpunt voor Eindhovenaren. En eentje om in te lijsten. De tweede helft is 20 seconden oud. Geen wijziging in de personele sfeer. Is dit Koeman?
hij zelf onderuit gaat, maar wel aardig schoot. Gerrits. Teddy van Aarle. Kalusha. Draait precies de kant op die Maas verlangde. Valks. Ziekenhuisbal. Driessen. Dat is een goede aanval van Fortuna. Sneekers en moet nu die bal voorkrullen. En dat moet Bogers erin tikken. En waarom doe je dat niet met links? Want dan is het Kasi. Dan loop je hem zo tegen de touwen. 13e minuut. Kom maar. Weer die buitenspel van. Maar nu klopt dat niet omdat Driessen bleef hangen. Elleman. Corner. Erwin Koeman. En Valks. Jansen haalt hem van de lijn af. Nou, daar moet Koeman weer opduiken. Kijk maar. Weer Valks in de lucht, maar Hesp is daar nu meester. En Valks moet terug. Het blijft ploeteren voor PSV. Dat de zaken wel beter voor elkaar heeft in het tweede bedrijf, maar zijn schaapjes nog allerminste bedrogen heeft. Want het moet waakzaam blijven bij die counters van Fortuna. Koeman. 22e minuut, tweede helft. Samuel komt gewoon weer terug. Driessen. Wordt tegengehouden door Koeman. Popescu. Ja, kom eens met iets origineels. Kieft. Krijgt geen centimeter ruimte van Samuel. Dekkers. Dat is een overtreding van Aarle. Die op geel komt te staan. Terecht, want Dekkers verovert de bal. Doet dat keurig. En is dit gewoon een nare overtreding van een zo geroutineerde speler als Van Aarle. Donkergeel dus. Pescu. Bogers. Mordang. Bogers opnieuw. Er zijn wat withemden mee. Driessen, Bogers. Oei, 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 oei. Het zit Fortuna ook geen kleintje mee. Dat is Koeman. Linskens. Koeman. Kieft, Schepers. Hesp zag hem naast gaan. Maas. Samuel. Opent op Taihutu. Die helemaal vrij stond. Goed gezien, Losada, de andere invaller. Overtreding Koeman. Die zal het er alweer niet mee eens zijn. Nee, die staat weer heftig van nee te schudden. Maar Luimge heeft volstrekt gelijk. Alle PSV'ers terug in het eigen strafschopgebied en Fortuna bouwt mee aan de muur. Dat is heel sympathiek. Die zullen daar nog niet blijven staan. Want dan brand je wel je billen. Nee, daar gaan ze. Driessen. Ja, het is aardig.